Hoi allemaal, dit is de Hopes and Dreams armband van het kanaal Loves to Loom. De armband is ontworpen door Suzanne HB en in de beschrijving onder deze video zal ik een link plaatsen naar het kanaal van Suzanne HB en naar het kanaal van Loves to Loom waar de Engelstalige video is die ik heb gebruikt ter voorbereiding van deze video. En dan kan je ook meteen zien welke kleurencombinaties zij gebruikt, altijd leuk ter inspiratie. Dit is nog een andere versie die ik heb gemaakt. Ik wilde wat meer herfstkleuren in deze armband, maar ik vind zelf deze armband leuker. En dat komt denk ik ook omdat er een glittertje in zit. En dat geeft hem net weer iets extra's. Het aantal elastiekjes wat je nodig hebt, waar jij ongeveer van uit kan gaan, want iedere pols is natuurlijk weer verschillend. Maar deze armband bestaat eigenlijk uit 7 basisarmbanden die je aan elkaar haakt, 7 single change. En ik ben begonnen met roze in het midden en daarvoor heb ik 33 elastiekjes gebruikt. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat zwart 2 keer, ook weer 2 keer 33 elastiekjes en dan 33 elastiekjes glitter roze. Het is heel licht roze, lijkt wit, maar het is heel licht roze. En ook aan de andere kant 33. En ook die fishtail, dit is een fishtail haakpatroon, die heb ik geteld. Ik dacht dat zijn er dan meer, maar ook dit zijn 33 elastiekjes en ook dit zijn 33 elastiekjes. En dat brengt het totaal dus op 7 keer 33 elastiekjes, ja, nog wat extra. Ik heb hier dus voor die rand ook weer wat extra elastiekjes gebruikt voor de clip, voor de sluiting. Maar daar kan je ongeveer van uitgaan. Genoeg gepraat voor nu, we gaan beginnen. Veel succes! Deze elastiekjes komen uit de serie Sweets van het merk Rainbow Loom. Maar hier ben ik dus begonnen met een roze elastiekje. En dat is ook het elastiekje wat uiteindelijk in die clip terechtkomt. Ik ga weer eindigen met een turquoise rand. Dus vandaar dat ik deze keer ook wil beginnen met een turquoise elastiekje. Dus ik pak nu 1 turquoise elastiekje en dat zet ik 2 keer op mijn haaknaald. Dan heb je een dubbel gevouwen elastiekje op je haaknaald. En daar haak je dan de kleur van je eerste single chain, je middelste armband doorheen. Je middelste rij. En dan beide lusjes op de haak. Dan pak je het volgende elastiekje en dat haak je weer door deze 2 lusjes. En dat blijf je doen totdat je alle elastiekjes hebt gehaakt. In mijn geval 34, ja misschien ga ik 33 doen. Ik ga zo meteen gewoon even passen. Het hangt er een beetje van af ook wat voor elastiekje je gebruikt. De ene is weer dikker of groter dan de ander. Maar dit kan niet lastig voor je zijn. Dit is gewoon de basisarmband, de single chain. Maar dan alleen met je haaknaald. Ik zet het filmen nu stop en als ik alle elastiekjes heb gehaakt, dan kom ik weer bij je terug. Tot zo! Mijn eerste single chain is klaar. Ik heb 32 roze elastiekjes gebruikt. En dan met dat turquoise elastiekje erbij maakt totaal op 33. Maar goed, het zal per persoon verschillen. Je moet gewoon even passen zoals ik net al eerder zei. En nu doe ik een C-clipje door die losse elastiekjes waarmee ik ben geëindigd. Of dat ene losse elastiekje, zodat de armband niet uitrafelt. En dan gaan we verder nu met de rand. En hiervoor neem ik weer zwart. Eerst aan de ene kant gaan we een zwarte rand toevoegen en dan aan de andere kant. Wat we nu gaan doen is niet moeilijk. Je moet alleen wel je aandacht erbij houden. Omdat je anders in het verkeerde elastiekje zou kunnen haken. Als je de armband zo voor je hebt, dan moet dat elastiekje waarmee je bent begonnen, dat dubbelgevouwen elastiekje, moet dus een rondje vormen. En dan steek je vanaf de achterkant je haaknaald erin. En dan gaan we zo meteen aan de rechterkant gaan we een rand toevoegen.
En dat doe je alleen in dit elastiekje. Je ziet dat die roze elastiekjes zo boven elkaar zitten. En je wilt alleen in dit randje de zwarte elastiekjes haken. Kijk anders eerst even mee voordat je mee haakt. Dus mijn haaknaald gaat nu van achter naar voren in dat turquoise elastiekje. En daar haak ik nu een zwart elastiekje doorheen. En dan ziet het er dus zo uit. En dan steek ik nu mijn haaknaald zo door dat eerste elastiekje. Nog een keer laten zien. En zo. En dan haak je het volgende, in mijn geval, zwarte elastiekje. Door die drie lusjes die nu op mijn haaknaald zitten. En dan beide lusjes op de haak. Dan zorg je dat je weer je single chain goed voor je hebt. Dan ga je naar de volgende schakel. En dan pak je weer alleen de bovenste zijkant van die schakel. En het gevaar is, bij mij, misschien niet bij jou, maar dat op een gegeven moment die single chain draait, zonder dat je het door hebt, en dan pak je dus de verkeerde. En dan pak je deze, en die wil je niet hebben, dus je moet hem echt goed voor je blijven houden, want je wilt deze. Even controleren of de armband niet gedraaid is. En dan kan je weer verder. Zoals ik al zei, niet moeilijk, maar ja. Je moet even de handigheid erin hebben en zeker weten dat je het juiste elastiekje pakt. En dit blijf je doen tot en met het ene laatste, in mijn geval, roze elastiekje. Dus ik zet nu de camera uit. En als ik hier ben aangekomen, dan kom ik weer bij je terug. Veel succes en tot zometeen! Ik ben nu bovenaan de armband aangekomen. Ik heb nog één roze schakel over. Daar ga ik niet inhaken. Daar zit dat clipje in. En ik ga nu door dat laatste zwarte elastiekje ga ik ook een clipje doen. Om hem veilig te stellen. En ik vind het zo al een heel erg leuk armbandje. Het lijkt heel erg op de Frilly Braid. Van Tutorials by A. En dat vind ik ook het leuke aan dit ontwerp. Je kan er meerdere kanten mee op. Je zou ervoor kunnen kiezen om nu te stoppen. Dat ga ik nu niet doen. Ik ga nu aan de andere kant van mijn roze single chain ga ik ook zo'n zwarte rand toevoegen. En ik ga dat op dezelfde manier doen als in de originele Engelstalige video. Dat betekent dat ik nu naar beneden ga haken. Dus als je het ontwerp zo voor je hebt. Even kijken welke kant ik naar boven hou. En dit is de achterkant van de armband. Dit is de goede kant. En die moet je dus voor je houden. En dan steek je je haaknaald weer van achter naar voren. Door dat dubbelgevouwen elastiekje. En je haakt er een, in mijn geval, zwart elastiekje doorheen. Beide lusjes op de haak. Zo ziet het er nu uit.
En nu draai je haaknaald in die eerste schakel. Je pakt alleen weer dit lijntje op. En daarna pak je die. En daarna pak je die. En daarna pak je die. Zo werk je dus naar beneden toe. En ik vind dit zelf nu iets gemakkelijker dan de eerste ronde. Omdat je die zwarte lijn aan de linkerkant hebt. Zodat je niet per ongeluk de armband zo kan draaien. Waardoor je dit lijntje oppakt. Dus zorg steeds voor dat je de armband zo voor je hebt. De eerste rand die je hebt gehaakt aan de linkerkant. En dan pak je het bovenste lijntje op. En daar haak ik nu een zwart elastiekje doorheen. Door die drie lusjes die nu op mijn haaknaald zitten. Beide lusjes op de haak. En dan ga ik een verdieping lager naar dit lijntje. En dit haakt wel ietsje lastiger hoor, dan van boven naar beneden. Of van beneden naar boven, sorry. Maar je zal zien dat je er gaandeweg steeds meer handigheid in gaat krijgen. Nou, je snapt wel wat nu gaat komen. Dit blijf je doen totdat je helemaal beneden bent aangekomen. Dus ik ga het filmen weer stopzetten. En als ik dan hier ben aangekomen bij die clipjes, dan kom ik weer bij je terug. Tot zometeen! Ik ben bijna bij de C-clips. Ik heb nog drie roze elastiekjes te gaan. Maar die laatste, die derde, daar zit dat clipje doorheen. Dus daar ga ik niet meer in haken. Maar hierin nog wel. En ook nog in deze. En dan sluit ik ook deze rand met een clipje. En dit is wat we dan tot nu toe hebben gedaan. Controleer even of de rand goed gehaakt is. Volgens mij heb ik bij deze ook ergens een foutje gemaakt. En als je eenmaal weer verder bent gegaan met haken, dan... Ja, dan is het lastig om dat te herstellen. Dus dat zou zonde zijn. Draai de armband weer met de juiste kant naar je toe. En dat dubbelgevouwen elastiekje beneden. En deze kant is ook mooi. Maar we gaan voor deze kant. En we gaan dus weer rechts en links een rij eraan vasthaken. En deze keer ga ik glitterroze gebruiken. En je gaat niet in die lusjes helemaal aan de buitenkant haken, maar in deze. Ik heb het even iets dichterbij gehaald. Je ziet hier dat roze elastiekje afgewisseld met een zwart elastiekje, die streepjes. En je wil dan steeds dat zwarte streepje hebben. Dus we beginnen zo meteen met deze. En dan sla je dat roze streepje over, dan wil je die. Je slaat het roze streepje over en dan wil je die. Je slaat weer dat roze streepje over en dan wil je dit zwarte streepje. Dus je haaknaald is van achter naar voren in dat dubbelgevouwen elastiekje. Haak dan een nieuw elastiekje daardoorheen. Zo ziet dat er nu uit. En dan draai je in dat eerste zwarte streepje. En je haakt het volgende elastiekje doorheen.
beide lusjes op de haak. Roze streepje slaan we over en het volgende zwarte streepje. Beide lusjes op de haak, roze overslaan en dit elastiekje willen we hebben. Deze slaan we over en het zwarte lijntje pakken we weer op. En zo ga je dus weer verder, totdat je de hele rand gehad hebt. Ik ben inmiddels bijna bovenaan aangekomen. En als jij nog niet zo ver bent, doe dan even de video op pauze, dan wacht ik op je. Je ziet hier nog twee keer zo'n zwart elastiekje. Dat laatste elastiekje waar dat clipje doorheen zit, daar ga ik niet meer doorheen haken. Maar door dit streepje nog wel. En dat is dan de laatste van deze kant die ik haak. En dan gaat ook daar een clipje op. Zodat het veilig is en dat hij niet verder uitrafelt. En dan gaan we ook aan de andere kant zo'n rand haken. Dus draai de armband weer om. Dan heb je dat dubbelgevouwen elastiekje bovenaan. En dan heb je de rand die je net gehaakt hebt, heb je nu links. Dan doe je je haaknaald van achter naar voren door dat dubbelgevouwen elastiekje. En dan haak je een nieuw elastiekje daardoorheen. En dan gaan we weer die streepjes die je hier ziet aan de binnenkant. Dus we gaan niet aan de buitenkant haken, maar die zwarte streepjes, die wil je hebben. Dus dit is het eerste zwarte streepje. Beide lusjes op de haak. En dit donkerroze streepje slaan we over en dan willen we deze weer hebben. Die slaan we over en dan willen we een die hebben. Die slaan we over. En ook dit blijf je dus weer doen, totdat je beneden bent aangekomen. En dat laatste zwarte elastiekje waar dat clipje doorheen zit, daar ga je niet meer een ander elastiekje in haken. Tot zometeen! Ik moet nog één keer haken en dan is ook deze rand klaar. En ook hier sluiten we af met een clip. Nou, ook deze armband vind ik zelf wel leuk. Maar we gaan verder. We gaan dit nog een keertje doen. En in het originele ontwerp van Suzanne HP... doet ze dit op exact dezelfde wijze als we tot nu toe hebben gedaan. Maar de mevrouw van het kanaal Loves to Loom zei dat het misschien ook wel leuk zou zijn om een visgraat te haken als rand. Is wat compacter, wat meer op elkaar. En zelf vind ik dat ook wel heel erg mooi. Dus dat ga ik ook voor deze armband doen. En als je dat nu heel lastig vindt,
dan kan je altijd nog ervoor kiezen om gewoon dezelfde rand te haken als we, zoals we tot op heden hebben gedaan. Zorg dat je de armband weer op deze wijze voor je hebt. Deze keer steken we niet onze haaknaald in dat dubbelgevouwen elastiekje, maar je zoekt de schakel op aan de zijkant. Twee ringetjes. Dus dat hele elastiekje, dat zet je op je haaknaald. En dan pak je de kleur van je laatste rand. En dat trek je door deze twee, ringetjes heen. Eigenlijk had ik die denk ik ook ter plaatse moeten doen, maar goed, daarvoor is het nu te laat. Zo dus. En nu gaan we weer die alleen dat enkele lijntje oppakken. Die streepjes waar ik het over had. Dus dit streepje zwart sla je over. Dit streepje zwart sla je over. Dit streepje. Nu gaan we deze keer wel anders doen. Dit gaat nog hetzelfde. Je trekt het nieuwe elastiekje door die drie ringetjes heen. Even iets dichterbij gehaald voor je. Dus het elastiekje heb ik nu door die drie lusjes heen getrokken. Nu hou ik mijn rechter wijsvinger op dat lusje van die haaknaald die nu op de haaknaald zit. Want die moet op de haaknaald blijven. Maar ik pak dat eerste lusje weer terug. En hou deze op de haaknaald. Want als ik hem loslaat, dan schiet hij er zo onderdoor en dat wil je niet. Je wil echt wel dat hij helemaal rechts blijft zitten. En zo dus. En dan pak je het lusje op van je linker wijsvinger. En dan ga ik naar het volgende glitterroze streepje. Even een elastiek aan de andere kant neerleggen. En dan haak ik het volgende elastiekje door de vier lusjes heen. Ik heb hier nu voorop heb ik roze en dan drie keer turquoise. En als die er doorheen zit, dan zorg je weer dat hij helemaal rechts blijft zitten op je haaknaald. En dan pak je dat eerste lusje terug. En dan pak je het lusje op van je linker wijsvinger. Volgende streepje. Elastiekje door alle vier de lusjes. En let op dat deze ook echt helemaal rechts blijft zitten. Nu hou je hier je wijsvinger op en je pakt deze terug. En dan dat laatste lusje ook op de haaknaald. En nogmaals, als dit te lastig is voor je, dan doe je het gewoon op de manier zoals we het tot nu toe hebben gedaan. Zwarte streepje overslaan en de volgende. Zwarte streepje overslaan. Je haaknaald erheen. Deze elastiekjes moeten zo blijven zitten. Hier hou ik mijn wijsvinger nog op. En dan pak ik dat lusje weer op. Weer terug. En dit lusje mag ook op de haaknaald. Nou, dit blijf je dus doen totdat je bij de clipjes bent aangekomen. Heel veel succes en tot zometeen. Ik ben nu bij de clipjes aangekomen. En omdat dit de laatste rand is, gaan we deze keer wel de elastiekjes haken waar een clipje doorheen zit. Dus in dit geval, ik moet wel zorgen dat mijn volgorde op deze manier in stand blijft. Maar in dit geval haak ik dus ook deze twee elastiekjes mee.
Ik heb nu vanaf de achterkant, zo heb je dus de elastiekjes voor je. Zo. En vanaf de achterkant steek ik mijn haaknaald door die twee lusjes. Clip je kan er vanaf. En dan haak ik een elastiekje er doorheen. En je pakt weer dat eerste lusje terug. Beide lusjes op de haak. En datzelfde doe ik nu met die zwarte elastiekjes. Dus van achter naar voor. Ik weet niet of dat uitmaakt, maar zo doe ik het. Clip je kan er van af. En dan trek ik nu gewoon een elastiekje door alle lusjes. En gaat hier weer een clipje op. En volgens mij doe ik dat anders dan de originele video. Maar ik vond dat zo'n lastig verhaal, dat afronden. En je krijgt hem toch niet gelijk bij de zijdes. Dus wat dat betreft is het niet perfect. Maar ja, ik vind het niet storend. Het valt niet op. Het enige wat ik zelf heb veranderd is dat ik dus nu met dezelfde kleur ben begonnen als de rand. Zodat je in de clip dezelfde kleur elastiekjes hebt. Dus straks zetten we dit allemaal op één turquoise elastiekje. Maar dan moeten we eerst nog de rand aan de andere kant doen. Jawel. En dat doen we weer als volgt. Je zorgt dat je de goede kant, in ieder geval deze kant, zo voor je hebt. Deze keer niet je haaknaald door dat dubbelgevouwen elastiekje, maar door deze schakel hier. Twee lusjes. Elastiekje doorheen haken. En dan ga je weer die streepjes pakken. In mijn geval lichtroze streepjes. Dit is de eerste. Haak ik hier doorheen en ik pak dit lusje terug. Beide lusjes op de haak. Zo ziet het er nu uit. En je gaat naar het volgende streepje zwart overslaan. En deze wil ik hebben. Door de vier ringetjes. En de eerste pak je weer terug en dan gaat het lusje op de haak. En hij kruist, dus hij kruist met dit lusje en daar moet je ook blijven. Dus ik hou hem vast onder mijn wijsvinger. En je pakt hem weer terug. En beide lusjes op de haak. Zwart overslaan. Dit elastiekje oppakken. Ik kan me voorstellen dat je dit lastig vindt. Ik vind het ook niet gemakkelijk haken, maar ik vind het wel erg leuk dat ik nu door dit ontwerp heb geleerd hoe ik een visgraatrand kan haken. Voor eventueel een andere armband. En dit blijf je dus ook weer doen, totdat je hier bent aangekomen. Ik ben bijna bij de C-clips. Volgens mij heb ik nu de laatste schakel gehaakt, ja. En dan wil ik dus deze elastiekjes hebben. Clipje kan er vanaf.
deze weer terugpakken. En dan nog één keer met zwart. Wat een gepriegel, hè? Zo. En nu hoef ik niet meer op dat ene lusje te letten, maar trek ik gewoon dat elastiekje door alle lusjes heen. Zo dan. En dan zetten we deze lusjes op één turquoise elastiekje. Dus deze twee die al op de haaknaald zitten. En dan pakken we deze erbij. En die zitten dus nu wel een beetje gedraaid. Maar dat maakt mij niet uit. En zo. En dan alles op één elastiekje. En wie weet heb jij nog wel een betere manier, een gemakkelijkere manier om dit af te ronden. Zo dan. Armen nog even een beetje in model trekken. Dit is de armband geworden. Het patroon doet me ook wel een beetje denken aan een veer. Maar die naam hebben we al, de Feather Bracelet. En om de armband te sluiten, doe ik nu dat dubbelgevouwen elastiekje in de clip. Ja, en dat is niet perfect, want kijk, de clip zit er zo in. En om dat dubbelgevouwen elastiekje erin te krijgen, moet je de clip dus draaien. Maar ik heb besloten dat ik dat niet erg vind als het daar een beetje gedraaid zit. En ik vind hem zelf prima zo, de sluiting. Ik hoop maar dat jij het met me eens bent. Ten slotte is dit dan de armband die je grotendeels die je ziet. En ik hoop dat het bij jou gelukt is en dat je hem mooi vindt. Voor mij is het nu tijd om deze video af te sluiten. En dat is maar goed ook, want het is inmiddels alweer heel laat. Zie ik net op de klok. Dankjewel weer voor het kijken en tot in de volgende video. Dag!